Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij GL Biljarts. Vandaag gaan we wat bandstoten. Ik moet morgenavond en zaterdag overdag het bandstoot Masters toernooi spelen in Rumpt bij biljartvereniging Carambol. Ik speel samen in het team met mijn Eredivisie teamgenoot Jordi Kanters en teamleider van het Eredivisie team Piet de Jonge. Ontzettend leuk toernooi om aan mee te doen. Ook omdat er spelers meedoen die hoge moyennes kunnen draaien. Dus niet alleen heel leuk, maar ook leerzaam. Heb je nou niks te doen morgenavond of zaterdag overdag? Klik dan heel even in de beschrijving, daar zet ik een link in waar alle informatie over het toernooi beschikbaar is. En wie weet zie ik jullie daar. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Vandaag gaan we van Akit proberen zo snel mogelijk naar de ideaalste situatie te gaan die we in het bandstoten kennen, namelijk de losse bandjes. Ik laat daarbij mijn gedachtegang horen en gaan we kijken of we dat op een effectieve en leerzame manier kunnen gaan doen. Veel plezier met kijken. Akit stoot. Rood proberen we dicht bij de korte band te plaatsen. Onze speelbal het liefst boven geel. Zodat we eigenlijk een soort van stoot krijgen die we nu krijgen. Ik heb hem lekker geraakt. Misschien had ik rood wat meer van die korte band af willen hebben, maar daar heb ik kleine invloed op. Ik ga deze van geel spelen naar de band rood. Ik loop met mijn witte bal meer omhoog. Ik hoop dat ik geel recht genoeg kan houden om naar de hoek te gaan, maar er is best een kans dat die ook wat omhoog komt. Maar goed, dat kan ik moeilijk vermijden. Focus op het punt. Is goed geraakt. Blij mee. Valt niet slecht. Valt ook niet makkelijk. Ik ga de voorband spelen naar de korte band. En dan rood. Eventueel dubbele klos, maar ik denk niet dat ik hem nodig heb. Voilà. Geel halen zou kunnen, maar dan moet ik deze band gaan gebruiken voor de carambol. Daar is niks mis mee op zich. Maar mijn ervaring laat wel eens zien dat dat heel vervelend kan uitpakken. Maar we gaan het eens zien. Is goed geraakt. Valt ook keurig. Niks om me zorgen om te maken. Rustig voorbandje. Ik wil die gele niet te veel naar de korte band hebben. Want dan worden mijn losse bandjes / één bandjes onmogelijk. En ik blijf dit eigenlijk een beetje doen totdat ik hier ruimte heb. Dat ik dat kan gebruiken. Voilà, het zou nu zijn. Ik heb nu ruimte. En dan is het wat minder erg dat geel aan die band ligt. Hier moet ik oppassen, want als ik de dubbele klos niet krijg, kan de opening aan de korte band gesloten raken. Dus ik speel hem denk bewust op de klos om dat te vermijden. Dan blijf ik hier ruimte houden. Even te kijken om rood mee te nemen of dat mij iets oplevert. Nee, dit gat is te klein nog. Voilà. Los bandje, klein beetje erdoorheen. Hier naar de één band van geel. Dan ga ik proberen mijn juiste plaatsing op geel te vinden. Iets te dik. Ik had geel net een paar centimeter meer naar links willen hebben. Klein piqueetje, dus kans op losse bandjes, maar dit valt niet mee. Och, slecht geraakt. Zet hem totaal niet in. Gelukkig heb ik het punt nog. Zit even te kijken of ik aan deze kant van geel wil komen om daarna geel weer te halen. Maar ja, wat bandstoten ook is, als dat niet lukt, moet ik een uitweg hebben. Van rood. Dus ik zit te bedenken waar ik die ga plaatsen. Ik ga hem wat dunner spelen, zodat ik de lange band kan gebruiken. Maar als ik goed op geel lig, hoef ik dat natuurlijk niet. Oh, ik lig niet slecht op geel. Met een piqueetje kan ik hem nog op de lange band krijgen. Is dat de moeite waard? Nee. Het voordeel aan deze bal is dat ik rood wat van de korte band afspeel. En als ik goed op geel lig, kans op losse bandjes. Oh, tevreden mee.
Klein beetje exterieur hier. Als ik zelf met een vlakke houding nu hier naartoe wil spelen, gaat veel te veel aan de bovenkant komen. Dus klein beetje exterieur om geel aan de rechterkant te raken. En dan curve ik met mijn spulwal een beetje naar de korte band. Een bal die Jean-Paul de Bruin uitermate goed beheerst. Nou, tevreden mee. Soort van losse bandjes dit, nog niet officieel. Maar wel een hele mooie positie om aan een serietje te beginnen. Maar we zitten er lekker in, we gaan eens door. Probeer nu mijn plaatsing op geel weer te vinden. Moet daar een uitstekende hoek voor hebben. Wat dit spelletje ook moeilijk maakt. Niet helemaal, een beetje veel hoek op geel. Dus ik wil eigenlijk nog de één band van rood spelen. Riskant dit. Net iets te zacht, iets meer tempo en het was perfect geweest. Ja, ik heb mezelf een beetje in de penarie gewerkt hier. Eigenlijk de enige manier hoe ik nu het figuur kan maken is om een van de ballen weg te sturen. Dat zal geel moeten worden. Dus ik stuur geel wat weg. Plaatsing onder rood. Geel is goed. Mooi met ruimte nog aan de onderkant, maar ik heb geen opening op rood. Ik kan dit nog wel spelen. Technische bal. Kort inzet om de BUD te vermijden. We gaan proberen. Voor mijn gevoel was die zuiver. Maar als een arbiter mij zou aftellen, zou ik waarschijnlijk wel naar mijn stoel lopen zonder een opmerking te geven. Dus dat was kiele. Maar wel een mooie bal. We gaan er gewoon mee door. Klein masseetje om de eenband te spelen. Ik hou daarna eigenlijk altijd de eenband op rood. Probeer daar opnieuw goed op geel te plaatsen. Maar elke keer weer wil ik mijn eenband op rood veilig hebben. Ja, los band hier. Makkelijkst om goed op geel te komen. Ligt niet perfect op geel. Nee. Nog een keer de losband. En blijven we gewoon met rood spelen totdat we die plaatsing wel hebben. Nog een keer de één bal, niet te dik, anders komt rood te veel omhoog. Kom ik in de problemen. Moeite om de plaatsing op geel te vinden hier. Het zijn ook geen makkelijke ballen. Ik moet veel met tegeneffect spelen om de carambol te maken. Het ligt niet goed op geel hier, maar ik denk dat ik eieren voor mijn geld moet nemen. Mooie exterieurstoot dit. Technisch moeilijk, maar wel heel leuk. Lekker gespeeld. Met een beloning. Eerst rood raken daar, zodat ik de eenbandjes beschikbaar hou. Goed dun spelen. Hoe dunner ik speel, hoe langer ik dit kan volhouden voordat ik rood moet halen. Die is iets te dik geraakt. Nou kan ik zelf niet meer bepalen wat mijn voorbereiding wordt. Althans, misschien dat ik de losband nog kan spelen. Ik ga geel wel aan de verkeerde kant raken, maar dat is juist best positief hier. Nog een keertje van geel. Die ga ik proberen naar de korte band te sturen. Met een opening die net niet achterlangs kan. Niet zo gelukt, maar wel een mooie plaatsing op rood. Goede kans om het naar de hoek te spelen. Goh. Jammer. Ik heb hem wel gemaakt, maar ontzettend dun. Dan loopt hij niet naar de hoek toe. Problemen. Ja, ik zie verschillende oplossingen.
Deze voorband is heel moeilijk, ook omdat ik bijna vast lig. En iets te dik op rood is al karambol mis. Ik zie wel een leuke verzameling om zelf via de lange band de karambol op geel te maken en rood over te laten steken. Het is een bal die ik niet veel speel, dus ik ben benieuwd of ik dat goed ga inschatten. Wel leuk om voor te gaan. Ja, daar gaan we voor. Beetje links, want ik wil rood helemaal rond hebben. Dat gaat wel een beetje rem in mijn speelbal, dus goed inzetten. Ah, niet helemaal geraakt zoals ik hem wilde. Dit bedoel ik precies met dat ik deze bal niet vaak speel en daarom ook niet echt een idee heb hoe ik hem moet spelen. En dit blijkt alleen maar dat ik hem veel te dik heb geraakt en dat mijn linkseffect daar een beetje averechts werkt. Wel een mooi serietje gemaakt. Het is niet echt een video geworden om ze snel naar de losse bandjes te krijgen. Meer een demonstratie van een leuk serietje met mijn gedachtegang. We zijn al eindje bezig, dus ik ga het ook hierbij laten. Vonden jullie het leuk? Vonden jullie het interessant? Laat dan zeker even weten in de reacties. Like de video als je de video leuk vond. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ook op mijn Engelse kanaal. Dat zal ik ontzettend waarderen. En dan zal ik zeggen, mensen bedankt voor het kijken. Hopelijk tot vrijdagavond of zaterdag overdag. Veel bij jou plezier. Tot de volgende keer. Later.